En dan voetbal, maar dan anders. Vandaag werd in het Zuid-Hollandse dorpje Ottoland de Poldercup gespeeld. Dat is een kunstproject waarbij de voetbalvelden op weilanden zijn. Getekend dwars door sloten en allerlei hobbels heen. Zo'n 200 vrijwilligers durfden het aan. Slootjespringen is verboden bij dit voetbaltoernooi met hindernissen. Deelnemers zullen dus creatief moeten zijn. Oprukkend bek kan tot 4 meter. Met een 4 meter tussenpauze, zeg maar. Kijk, dat is deze. Dus nou, dan ben je al snel. Ik ben best lenig, maar daar kom ik niet overheen. Het toernooi is een levend kunstwerk van kunstenares Maider Lopez. Het staat symbool voor de Nederlandse poldermentaliteit. Samen de oplossing vinden voor een lastige situatie. Dank u wel. Laatste keer, hè? Ja, er zitten ook van die sloten tussen, dat is extra zwaar dus. En heb je de bal vaak in de sloot? Ja, heel tijd eigenlijk. En ook sommige deelnemers houden het maar met moeite droog. Maar kunstwerk of niet, uiteindelijk gaat het natuurlijk toch om het winnen.